Deze heerlijke courgette koekjes kun je serveren tijdens de lunch met een frisse salade. Een erg lekker gerecht. Daarvoor raspen we eerst de courgette. Het gaat in een zeef. Daar gaat zeezout overheen. Dat meng je even door elkaar. Zo wordt het zout goed vermengd in de courgette. En dan trekt het water uit de courgette. Dat laat je minimaal 30 minuten staan. Dan kluts je een ei. Dat gaat bij de fijn gesneden lente-ui. Vervolgens gaat daar de feta bij. Dan druk je het vocht uit de courgette. Dit stort je dan op keukenpapier en dan druk je het overtollige vocht eruit. De geraspte courgette gaat dan bij de feta. Vervolgens voeg je bloem toe en de verse kruiden. En dan meng je alles goed. Dan verhit je olijfolie in de pan. Dan leg je er één voor één één eetlepel van het courgette mengsel in de pan. Duw je een beetje plat. En dan bak je de koekjes aan weerszijden 2 à 3 minuten. Dan heb je heerlijke courgette koekjes. Deze kun je dan serveren met een frisse salade. Eet smakelijk!